zijn we weer. Deze keer onderweg naar Oude Pekela. Ja. Camping zomers buiten. Zomers buiten. Het regent nou dat giet, maar ik heb mezelf voorgenomen dat het stopt als wij daar zijn. Net een lekker koffie gepakt. Onderweg even, ja. Even wat gegeten. En nou zijn we weer klaar voor om verder te gaan rijden. Het is voor ons toch een rit van 3 uur, dus we zijn nu op 2 uur verder. Dus even stoppen, nog een uurtje rijden, geef hier aan op mijn navigatie en we gaan het zien. Kijk maar eens mee. Nou, we zijn er bijna. Nog een klein kwartiertje rijden. En dan zijn we er. 3 uur. 3 uurtjes gereden. Ach ja. Hey, en nog steeds in Nederland, en is steeds leuk. Maar de zon gaat schijnen, dus wij komen eraan. Tada, daar zijn we. Camping zomers buiten. Oeh, een korte draai, hè? Een smalle draaitje. Oeh, ja, het lukt wel. Ja, je bent er langs. Ja, maar ik heb deze kant op. Oh. Ja, ik kan alleen nergens mijn auto even versloegen. Parkeerplaats van de camping. Leuk pad hier. Ja. En wat deed? Oké. Gelijk wandelen. We gaan even eruit. Even eruit, hè? Ja. We zien wel. Oh, leuk pad. Hierheen? Hierheen. Oké. Daar zou wij komen. Nou, lekker die wind, hè, Nens? Ah, wat kom ik. En het regent een beetje. Oh, kijk hier, hè. Wauw. Ja, nou, dit is cool. Mooie plek. Dit is zeker leuk, hè? Ah! Kom eens hier. Een schietbaan. Hier, mag even los. Wat ging je hard? Wat ging je hard? Ja! Wat ging je hard? Ik vind die geweldig, hè? Waar ging je hard? Super! Ja! Oh, ik ben er helemaal blij mee. Een plek hier, hè? Leuk hier. Lekker lopen zo rondom de camperplek, hè? Ja, wel. Niks mis mee. En dat geef ik niet. Nee, maar voor de zekerheid. Maar wij zijn er, dus... Ja, nou de zon nog, Nancy. Ah, die komt morgen vast. Dit is wel lekker. Via een privépad kom je gewoon hieruit en kun je helemaal rondom. En ik mag met de drone gaan vliegen, vonden ze best. Even gevraagd natuurlijk. En we hebben toestemming gekregen om hier rondom zelf in de akkers te mogen... hoe noem je dat? Schat zoeken. Schat zoeken met een metaaldetector. Ja. Dus als het een beetje weer is, wil ik ook even gaan kijken, Nens. Ja. Maar vooralsnog, het is droog. Echt een Nederlandse lucht weer.
En niks mis met Groningen. Nou, die kunnen zijn dus al klaar. Nou, Rens, even kijken in de moestuin hier. Ja, dat vind ik leuk. Want, wat nou leuk is hier, je mag hier gewoon plukken. Voor eigen gebruik natuurlijk, hè. We gaan niet inpakken en verkopen. Oh, kijk, dit is het dan. Oh, wat leuk. Leuke moestuin. Kijk eens hier wat allemaal staat, joh. Charlotte. Hallo. Ja, wij zijn er ook. Hij zit helemaal naar ons te kijken. Leuk, hè? En nog een veld hier, Nancy. En dit zijn de paarden. Ja, jij mag hier niet op bij deze, nee. En nog een veld met dieren. Ponies. Ja. Ja, ik heb je ook gezien. Nou, ik heb het even nagedaan. Oh, ja, nee, maar klonk goed, Nancy. Was echt zuiver. Ja, nog een keer doen? Nee. Nee, hoeft niet. Hoeft niet. Volg mij is het klaar, Nens. Echt wel. Je hebt het helemaal gehad vandaag. Zo lief, hè? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen deze morgen. Is het eigenlijk wel morgen? Nee. Het is net middag alweer. Ja. We hebben rustig aangedaan. Maar wat leuk is, de wind is gaan liggen, de regen is weg. En ik denk zelfs dat het een beetje droog gaat houden. Dus wat gaan we doen? Fietsen. Even hier het dorp Oude Pekela in. En daarachter liggen een bos schijnbaar. Daar liggen heel veel geocaches. Dus misschien als het droog blijft, een pogingje waren. We maken er gewoon weer een leuke middag van. Dat doen we altijd, hè? Ja. Nou, kijk maar mee. En dan regent het en dan is het toch maar vanzelf. Toch? Ik heb er geen probleem mee. Het is een rustpunt. Maar ja, we hebben het niet droog gehouden. Ja, we zitten mooi in een mooie tuin. Ja, we hebben een koekje ook gekregen, hè? Kijk, we hebben via koekje gekregen. Ja, hoe lekker, hè? Gelukkig zit het weer droog. Ja. Op het rustpunt. En we hebben even kunnen schuilen, want het is weer droog. Alleen we hebben besloten om toch maar terug te gaan fietsen, want we verwachten nog heel veel meer buien. En er waren flinke. Dus geen geocaching? Geen geocaching. We zijn er wel vlakbij, maar de lucht ziet er zo dreigend uit dat we het risico niet willen nemen. Nee. Dus we gaan lekker terug. Wel met een mooie route ja, terug. Ja, met een mooie route terug fietsen en dan kijken we wel weer verder. Ja, we doen het toch. We fietsen nog een stukje door. We gokken het toch weer op. Ga je nu naar Winschoten toe? Ja, naar Winschoten. Want die vrouw net bij het rustpunt zei van joh, je moet eens langs de Chinees fietsen. Vanaf de zomer buiten. En dan langs de A. Langs de A. Pekel A op. Nou, dan fietsen we nu dus. En inderdaad, geweldige route. En het is vanaf hier maar 8 kilometer. Ja. Naar Winschoten. We gokken er gewoon op. Ja, dat zijn we weer al. In Winschoten. Ja, we zijn nu in Winschoten. Op de drukke koopzondag. Ja, jammer. Ja. Alles is dicht, maar het is neer. Maakt niet uit. Het is de moeite waard. Wel echt mooi, hè? Dit. Ja. En wij doen dat gewoon, hè, Nancy. Warme chocomel. Ja, ja. Lekker. Warme chocomel met slagroom. Hey, en we zitten op een terrasje. Op een bomvol terras. Heel veel. We hebben heel terras voor onszelf. Maar dat maakt niet uit.
We zitten in schoten. Tussen de bomen door. Of tussen de buien door, zo moet ik zeggen. Zo is het. Laat het lekker smaken, Wens. Zo is het. Gaat me goed komen. Zo. Vandaag is even de nieuwe uitproberen. Ik heb een andere metaaldetector gekocht. Want Nancy vond het ook hartstikke leuk om te metaaldetectoren. En ik ook. Dus er zat nu al bij maar eentje. En ik heb nu een draadloze gekocht. Omdat ik het gewoon leuk vind omdat ik hem kan opladen. Ik heb een batterij meer nodig. En nu net even achter de camperplek gelopen. En ik heb je toestemming gekregen om op dit veld te mogen zoeken. Kijk wat we tegenkomen. Ja, ik heb een piep. Ja? GTR. 85. Nou, graven. Hier zit die centje. Ja. Ja, ik denk dat ik hem al heb. Stukje tin. Ja, neem hem mee naar huis. Die ook weer uit de grond. Is hem dat? Ja, nu is hij weg. Goeie vondst. Wij hebben het weekend doorgebracht op camping Zomers Buiten in Oude Pekela. Je hebt hier dus twee verschillende velden waar campers, caravans en tenten bij elkaar kunnen komen. En je hebt een apart deel voor de camper zelf. Dat is een verhard deel. Dus je kunt dat zien als ze hebben daar van die stroken ingelegd op gras. Of eigenlijk onder gras natuurlijk. En dan ziet het er netjes uit. Allemaal mooi omheind met een haag. Je hebt wel optimale privacy daardoor. Iedere plek heeft een eigen wateraansluiting. Een stroomaansluiting van 10 ampère. En een afvoertje voor het grijze water. Op de camping zelf is een sanitair gebouw. Met verschillende toiletten, ook voor kinderen. En wasruimte, douches en dat soort dingetjes. Ook zijn er diverse dieren hier op het terrein te vinden. Ze hebben een paardenweide. Ze hebben wat schapen rondlopen en kippen. De eitjes daarvan kun je trouwens krijgen. Daarnaast hebben ze ook een moestuintje die je mag plukken voor eigen gebruik. In hun eigen woning verhuren ze ook nog een bed and breakfast. En op het terrein staat een omgebouwd schip. En dat is ook een 6-persoons bed and breakfast appartement, zeg maar. Dus ze hebben ook 2 chalets staan die ook nog in de verhuur zijn. Rondom de camping kun je echt goed fietsen en wandelen. Je bent in, ja, wat zou het zijn, 4 kilometer van Winschoten vandaan. Dat is heel goed te doen om te fietsen. Er zijn heel veel fietsroutes hier, heel veel wandelroutes. En zelfs oude en nieuwe Pekela is ook gewoon de moeite waard om even te kijken. Echt mooi met de grachten eromheen en zo. Is echt de moeite waard. Ze hanteren hier een all-in prijs en dat is €20 per nacht. En dat maakt niet uit of je een grote of een kleine camper hebt, met 2 man bent of 3 man bent. Het is gewoon een vaste prijs. Let wel, de camperplekken zijn vrij beperkt qua grootte. Je hebt ruimte genoeg, maar de diepte is ongeveer 7,5 tot 8 meter. Dus een camper van 8 meter zou ik hier niet neer kunnen zetten. Dan kun je denk ik beter naar een weide gaan waar ook de caravans staan. Nou, dat was het weekend weer, het Pinksterweekend. Ja, zitten we erop. We gaan weer terug naar huis. Het is maar 3 uurtjes rijden ongeveer, hè, met de camper. Het is nu 10 voor 11, dus we hebben eigenlijk kerstspel. We zijn op tijd. Ja, was tussen de buien door een geweldig weekend, moet ik eerlijk zeggen. We hebben goed kunnen fietsen. Toch wel? Ja. Ja, een mooi rustpunt ontmoet. En Winschoten. We zijn in Winschoten geweest. Ja. Lekkere warme chocomelk. Ja, volgende keer gaan we wel weer een keer terug, want nu was alles dicht. Ja, corona en het was zondag. Maar het is hier gezellig geweest. We rijden nu in de zon weg. Ik hoop dat we in de zon thuis komen. We zien wel. We gaan weer een paar weekjes hard werken. En dan voor de zomervakantie nog een paar keer weg, denk ik, toch? Een paar weekendjes. Dat is de planning. We weten het nog niet. Nee, we weten het nog niet zeker. Ah, we zien wel. Ja. Hey, had je iets aan het filmpje? Vond je hem leuk? Geef ons dan een duimpje omhoog. Zouden we super vinden. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan gewoon op ons kanaal. Vinden we ook helemaal fantastisch natuurlijk. Ja. Ja? Doei! Doeg!